Catch 'em all. Leuk dat je kijkt naar Via Via, het programma waarin we praten met organisaties in hoeverre zij betrokken actief zijn. Lions Wassenaar de Pauw organiseert bij Over de Vest een heuse lentefair. We zijn vandaag in Wassenaar. Kees, Over de Vest, wat doen al die vrouwen hier op je terrein? Ja, dat is een hele grote lentefair, dat heb je wel gezien. Ik ben daarvoor gevraagd of ik daar mijn medewerking aan wilde verlenen. Om deze tijd van het jaar past het ons goed, want de tulpentijd is voorbij. En daardoor wel wat ruimte op het bedrijf om deze mensen te ontvangen hier zo. En dat doet me veel plezier, omdat het enerzijds ook voor het goede doel is. En anderzijds vind ik het ook leuk om de mensen hier te zien en bezig te zijn. Op de plek waar ik altijd woon en werk, om hier zoveel leven te zien. Dus dat doet me goed. En wat vind jij van Stichting Leergeld? Stichting Leergeld, nou dat is natuurlijk een hele mooie instantie die zich hard maakt voor de jeugd die het helaas niet kunnen betalen in meeste gevallen. Dat ze toch kunnen doen, de activiteiten en de sportbewegingen kunnen krijgen die ze ook verdienen. Net als de mensen die het wel makkelijk kunnen betalen. Krok Spijder die vertelde ons over jouw terrein en dat je dat zomaar beschikbaar stelde. Heb je dat bier wel eens gedronken? Natuurlijk heb ik dat gedronken, in de flesjes. Maar nu zag ik ook dat het in de tap aanwezig is hier. Niels is hier begonnen. Niels. En die is hier begonnen toen hij heel klein was begonnen in een garagebox. Heeft hij bij ons gebruik gemaakt, de stalling en de opslag, om zijn lege flesjes neer te zetten. En dat kwam hij dan wekelijks, kwam hij 40, 50 flesjes halen om die dan bij te vullen. Dus daar ken ik hem van. En ik vind het bewonderend dat hij al in zo'n vrij korte tijd zoveel afzet heeft. Dus dan zie je dat het goed gaat met hem. En herken je dat ook van vroeger toen jij begon? Natuurlijk, want je stapt ook als ondernemer stap je ook vaak in nieuwe avonturen. En daar je van hoopt dat het wat gaat worden. En de ene keer niet, de andere keer wel. Nou, we hebben ons toen destijds helemaal toegelegd op de particuliere verkoop van tulpen aan huis. Vroeger deden we dat echt voor de bloemenveiling. En dat was voor ons ook een hele stap om dat op deze manier te gaan doen. En dat is heel goed uitgepakt door onze unieke locatie. Om daar de parkeerproblemen op te lossen voor heel veel mensen. En zo hier bij ons terecht te kunnen. Dus, met veel plezier. Dankjewel. Draai hem maar met dat rad van Fortuin. Iedereen die loodjes heeft kan hier naartoe komen, want we zijn los met de loodjes. De eerste ronde gaat beginnen. De eerste. Even oefenen, even oefenen. Marienke van Lions Wassenaar de Pauw, wat is er vandaag allemaal te doen? Nou, van alles zoals jullie kunnen zien. We willen een fair gaan organiseren die voor iedereen toegankelijk is, voor jong en oud. En dat hebben we gecombineerd met een aantal goede doelen die hier sowieso zijn. Dat zijn vandaag is de opbrengst voor Stichting Leergeld Wassenaar en voor Mijn Buf. En waarom kozen jullie voor Leergeld, Stichting Leergeld? Nou, sowieso willen we altijd een Wassenaarsdoel hebben. En zij doen gewoon voor de Wassenaarse gezinnen die onder een bepaalde inkomensnorm zitten en niet zelf de middelen hebben om bepaalde dingen te gaan doen. Die worden geholpen door de Stichting Leergeld. En ken je de meneer van Krokt Spijder? Nee, die ken ik niet. Nee, maar ken is meer het bier? Nee, dat ook niet. Erg, hè? De wijnheren wel. Dat is mijn grote vriend. Maar de Krokt Spijder, die moet ik nog gaan kennismaken vandaag. Niels, jij hebt van je hobby je werk gemaakt. Dat klopt, ja. Van bier drinken. Waar ben je begonnen? Ik ben chemisch technoloog en levensmiddeltechnoloog. En daar leerden we dus op het lab hoe je bier maakt op kleine schaal en dan op grote schaal. En dat zijn we toen thuis vaker gaan doen. En nu loop ik een beetje uit de klauwen. Ja, en toen had je ruimte over flesjes, kwam je bij Kees. Dat klopt, ja. Wat vind je van Kees? Ja, tof kerel. Ja, dat is fantastisch dat hij, toen wij begonnen, een plekje had voor ons. Dan zit je in paniek, je pallet past niet in de garage. En toen hebben we dus hier, konden we een stukje huren waar we onze flessen neer hebben gezet. En was het iedere keer flesjes, lege flesjes ophalen en terug naar de garage brengen om te vullen. En dat was een goede oplossing. Hey, en toen kwam je bij Lions Wassenaar de Pauw terecht. En nu sta je hier. Hoe is dat gekomen? We hebben de beursvloer Wassenaar hebben gedaan. Mm-hmm. Daar maken we matches tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven. Want als bedrijf moeten we daar natuurlijk aan meedoen. En een van de matches was dan met de Lions. Of wij hier konden staan en een donatie konden doen aan de twee goede doelen die ze naar voren brengen dit jaar. Zeiden van natuurlijk, gezellig, doen we. Ja, dus we hopen dat er om diverse redenen heel veel bier wordt gedronken vandaag. Heel veel succes. Dankjewel.